Met andere woorden, we staan voor de voorlaatste rit. Zacharias Zsolt, deze man uit Oostenrijk. Een gevluchte Roemeen uit Hongaarse ouders geboren. Kunt u het nog volgen? Die start tegen Notker Ledergerber uit Zwitserland. De Oostenrijker. De internationale Oostenrijker rechts dus in de binnenbaan. Ledergerber, de Zwitser, links. Zsolt heeft nog een aardige seizoentijd, 39-81. Voor Ledergerber hebben we 40-55 in de boeken zien staan. Weersomstandigheden worden er niet beter op. Het wordt ook nog donker. Het is al donker, liever gezegd. En de mannen zijn goed weg. Wat kan de derde Oostenrijker daar rechts? Daar waar Hatschew een goede tijd rijdt. 39-38 of 98. Zsolt als eerste bij de 100 meter. 10-56 om 10-67 voor Ledergerber. Handje erbij, bijna op het ijs, die Zwitser. De Zwitser die in het rode pak dichterbij komt nu. Zacharias Zsolt, opvolger van Werner Jäger, de Oostenrijker die afscheid nam, gaat de rit winnen. Eindtijd is niet eens slecht. 40-30 om 41-16 voor Ledergerber. Maar die Zacharias Zsolt, ze schrijven hier zijn voornaam op, die schrijven ze toch bij als mensen die het aardig gedaan hebben hier. De openingsafstand van het Europees kampioenschap 1989 in Gothenburg. Ja, die Zsolt was in ieder geval nog een fractie sneller dan de snelste Nederlander, Leo Visser. 200ste van een seconde om precies te zijn.